De kogel is door de kerk. Minister-president Chris Peeters zat geflankeerd door zijn regeringspartners de stad en de haven te glunderen. Er wordt na het milieurapport over de Oosterweel gekozen voor een verbeterd bandtracé. En niet alleen omdat dat het beste scoort op vlak van mobiliteit. Dit is op basis van alle onderzoeken de beste beslissing, ook wat dat luikje betreft, wat de leefbaarheid en dat andere voorstellen slechter waren. Zelfs onmogelijk als u kijkt naar het Meccano-tracé, waar de problematiek van het Seveso-bedrijf volledig was verwaarloosd of niet was meegenomen. We hebben ook de problematiek van fijn stof is ook verder bekeken. Dus dit is echt ook wat dat betreft een verbetering. De stad Antwerpen schaart zich resoluut achter de Vlaamse regering. Wij durven in elk geval de Antwerpenaar recht in de ogen kijken. Recht in de ogen omdat we ervan overtuigd zijn dat deze beslissing de levenskwaliteit van de Antwerpenaar zal verbeteren. De levenskwaliteit van de Antwerpenaar zal door deze beslissing er niet op achteruit gaan. Wel, integendeel. Het Oosterweeltracé verbetert de luchtkwaliteit in de zones van Antwerpen die momenteel het zwaarst getroffen zijn door luchtverontreiniging. De Antwerpse ring wordt waar het kan ingekapseld. Terwijl de Oosterweeltunnels worden gebouwd, zal het viaduct tussen het Sportpaleis en Merksem voorlopig gebruikt kunnen blijven. Nadien verdwijnt het. De stad maakt alvast 12,5 miljoen euro vrij voor een eerste overkapping over de ring aan het Sportpaleis. Stappen die de leefbaarheid in Deurne en Borgerhout moeten vooruit helpen. Meccano wordt helemaal afgeschoten. Het is duidelijk, hier ligt men niet langer meer wakker van het referendum en de actiegroepen. U moet echt aanvaarden dat dit niet gaat over een geloofsbelijdenis. Dit gaat over een berekende en onderbouwde keuze op basis van al die studies die er nu gemaakt zijn. Dit is de beste keuze. Nu recht vooruit? Zeker en vast recht vooruit. En ik hoop in het belang van de Antwerpenaren, maar ook in het belang van alle Vlamingen die wel eens Antwerpen moeten passeren, dat wij nu heel snel verder kunnen werken. Dat hangt af van twee dingen. Of niemand van de partijen die mee de beslissing neemt nu bochten begint te maken. Dat maken we best niet meer mee. Dat is één. En twee, dat we ongetwijfeld zullen mensen proberen om stokken in de wielen te steken, zoals we dat in het verleden hebben gekend. Ik denk dat het erop aankomt dat de politici, de Vlaamse regering, dat die verder de rug recht en zegt, op deze beslissing gaan wij door. Het minste dat we kunnen vragen is dat de mensen die daaraan denken, om naar een advocaat te stappen om een procedure op te starten, een keer heel goed in de spiegel kijken en zich de vraag stellen, doe ik dit nu echt voor het algemene belang? Want dat is het enige wat in dit telt. Voor de betrokken politieke partij is nu het moment gekomen om vooruit te kijken. Het standpunt van de stad Antwerpen is duidelijk. Walk and don't look back. En deze keer menen we dat ook echt.